Er zijn onderzoeken die zeggen dat 75% van het aantal insecten verdwenen is. Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben Aad Rietveld en ik ben imker. En ik ben voorzitter van Breda's Bijenhouderscollectief. Behalve met honingbijen houden we ons ook bezig met solitaire bijen, met in het wild levende bijen. We horen inderdaad de laatste tijd heel veel in het nieuws dat het heel slecht gaat met de bijenpopulatie. Dat is ook zo. Ik zou zelfs willen zeggen dat het dramatisch slecht gaat met de bijenpopulatie. Als je bedenkt dat bijen zorgen voor de bestuiving, hè, van onze cultuurgewassen, de appels en de peren, hè, als belangrijkste voorbeeld. Maar dat ze ook zorgen voor bestuiving in de natuur en dat ze dus zorgen voor bessen aan struiken die weer door vogels gegeten worden, nou, enzovoorts, enzovoorts. Dan kan je dus zeggen dat het heel erg slecht gaat met de natuur als dit zo doorgaat. Er zijn onderzoeken die zeggen dat 75% van het aantal insecten verdwenen is. Maar dat kan je om je heen zien. Als jij met de auto over de weg rijdt, heb je nooit meer een vuile raam van insecten die daarop zitten. Terwijl ik je kan verzekeren dat 30 jaar geleden moest je je raam goed schoonmaken, want dan zat het vol met dode insecten. Bijen bijvoorbeeld hebben allemaal stuifmeel en nectar nodig. Nou, als je nou bekijkt hoeveel bloemen er eigenlijk nog zijn in vooral in het buitengebied, dan is dat bedroevend weinig. Als je bedenkt dat een honingbijenvolk om te overleven 60 kilo honing per jaar nodig heeft, dan zijn dat natuurlijk gigantische aantallen. Nou, dat halen ze nauwelijks meer in de natuur. En daar heb ik het nog niet over die in het wild levende bijen die ook stuifmeel en nectar nodig hebben. Wij geven als Breda's Bijhouderscollectief heel veel lezingen en voorlichting op scholen en allerlei andere groepen. En dan gaat het er maar om dat je natuurlijk kan zeggen het gaat slecht met de natuur en het gaat slecht met de bijen. En vervolgens achterover kan leunen en weer verder kan gaan met televisie kijken. Je kan ook zeggen ik ga er zelf iets van doen. Haal een steen uit je tuin en zet daar een boompje neer waar bloesem aan komen. Haal het liefst alle stenen uit je tuin en zet het helemaal vol met bloemen, met planten die goed zijn voor insecten. Bedenk dus wat goede bijenplanten zijn. En wat in het voorjaar heel erg belangrijk, maar ook heel erg mooi is, zijn bloembolletjes. Dat is even mooi als rozen en dahlia's die helemaal vol doorgekweekt zijn. En zo kunnen we allemaal een klein beetje helpen. Niet achterover leunen, maar vooral zelf iets doen.